Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video. En vandaag een nieuwe video. Ik ga jullie laten zien hoe je je eerste game maakt in Unity. Ik heb deze game zelf al gemaakt, dus ik pak nu gewoon even alles erbij. We gaan hier eigenlijk drie games maken. We starten met scenes. Deze scene gaan we rename en noemen we level 1. Zo, reload. Wat je dan doet is je tekent meer. Ik pak wel even de assets erbij, dan gaan wij. Ik heb dit allemaal al, dus. Ik pak nu de assets. In assets maak je een nieuwe folder, die noem je art. Je mag dit allemaal noemen hoe je wil. Maak ook je art zoals jij wil. Maar wat je eigenlijk creëert zijn drie projectielen. Een cirkel, een vierkant en een driehoek. Ik wil even doorlichten. Je creëert. Drie vijandig lijkende cirkels en driehoeken. Ik denk dat ik dit anders moet gaan importeren, maar. En je creëert drie. Een goede en een slechte speler. Dan ga je, selecteer je er een, zeg je sprites, multiple sprite editor, apply. Ik ga elke keer even een scherm moeten swipen. Ik krijg mijn klik. Zo, dan zien jullie mijn drie vijanden. Zeg je slice, automatic center, delete existing. En dan heb je, dan gaan we naar RGB. Dan zie je drie, dat ze alle drie zijn gesliced in een vierkant. Zeg je apply. Dan noem je de ene enemy circle, dan een andere square en de laatste triangle. Apply. En nu zien jullie en die circle en die square en die triangle. Dan doen we hier hetzelfde. Slice. Check. Dan zeggen we hier player. En deze noemen we enemy. Oké. Dan hebben we hier de projectielen. Multiple sprite editor, apply. Zo. Circle. Square. Triangle. Apply. Wat je dan doet is, je checkt hoe groot is het schermruimte dat ik heb. Dan plaats je je player. Je kan hem iets kleiner maken, dat moet je eigenlijk gewoon zelf doen. Je probeert trouwens de position
af te ronden. Dat helpt heel erg. En de skill .75. Oké. Dan gaan we nu eigenlijk de player, ja, gaan zorgen dat hij iets kan, als het ware. Create een folder scripts. Create C# script. En die noemen we dan. Dit moet ik wel even checken. Inspector. Oké, die noemen we. Oh ja, ik open hem nu ook al per ongeluk. Dat zien jullie niet. Rename. Players. Aan elkaar. Character. Ik raad je trouwens aan om hier voor Visual Studio te gebruiken. Hier, dit is mijn script. Wat we dan doen is, we halen dit stuk weg. En wat we hier zetten is een public game object array. Dat betekent dat de dingen opgeslagen worden. Dat je er meerdere dingen in kan zetten, genaamd projectiles. En dan zo'n raar ding, dat moet overal altijd aan het einde. Haal we dit even weg. En dan gaan we echt coden. If. Als hoofdletter i input punt met drie keer met hoofdletter get key down tussen haakjes key code punt a. Het staat erop dat als de input, wat wordt ingedrukt, get key down, key die down, die ingedrukt is, key to code A, stap A. Dan, instantiate, creëer. F, projectiles, array. 0, comma spatie, transform.position. Dat slaat omdat hij op de spelerslocatie creëert. Dan quaternion, met hoofdletter, quaternion.identity. Dat betekent dat we eigenlijk niet boeien voor de rotatie. Dan kopiëren we dit gewoon. Ctrl-C. Dan plakken we dit. Dan zetten we else if maken we van. En keycode wordt S. En in de array wordt het 1. Kopiëren we dit nog een keer. Doen we dit weer met keycode D. En in de array wordt het 2. Arrays beginnen altijd met tellen vanaf 0. Dan kopieer je dit hele stuk.
Dan zet je nog een keer en dan zet je else if voor de eerste en dan dit woord, our left arrow, left arrow, s word down arrow en day word right. Arrow. Oké? Als we hier nu iets mee proberen te doen, gebeurt er vrij weinig. We hebben nu wel op de player, zoals jullie zien. Oh, nee. En dan sleept hij het script naar de player. Oh, ja, natuurlijk. Vergeten. Achter al deze commando's moet nog zo'n dingetje. Anders, ja, pakt Unity het commando niet. Dan gaat hij nu recompilen. Hij klopt nu. Dan gaan we weer naar de player. Dan slepen we hem naar de plek. Add component. Online van weet het new behaviors. Ook het door. Ik moet de naam even wijzigen naar check of public class en dan player character. Of hoe je het ook hebt genoemd. Het script. Maar dat die matchen. Dat is heel belangrijk. Want nu zou deze compiler error weg moeten gaan. Oké, dan slepen we het nu naar de player. Dan hebben we de projectiles array. Dan gaan we naar onze arc. Dan slepen we deze drie scènes in. Ik wil even checken hoe ze bij mij staan. Ik wil even checken welke volgorde. Oké, dat is gewoon de goede volgorde. Wat we dan gaan doen, eerst gaan we op onze speler nog wat dingen doen. Namelijk een add component box collider 2D is triggered. Dit zorgt dat we de speler dood kunnen laten gaan. En wat we dan gaan doen, dan gaan we naar de projectiles, we gaan beginnen met cirkel. Add component. Een box collider 2D is trigger. En een rigid body 2D met een gravity skill 0. Oké. Wat we dan nu gaan doen is, we gaan een nieuw script van cirkel. Nieuw script. Create an add. Dan gaat hij nu hopelijk op de juiste plek het script maken, maar ik denk het niet. Dat gebeurt nooit. Nope. Zo. Nu het circle script. Wat we gaan openen, we hoeven nu op het moment aan eigenlijk nooit meer iets in het player character script te doen. Nu even mijn circle script openen. Oké. Dan gaan wij naar circle.
En wat we gaan doen is, wij gaan maken een public float genaamd speed. En dan gaan we het in de void update functie een transform.hoofdlettertt van translate. Hiermee gaan we hem laten bewegen. Vector 2.right, dat betekent dat we hem naar rechts willen bewegen. Sterretje staat voor care speed. Sterretje time.delta time. Dit slaat erop dat we op hoe goed je apparaat is, dat hij het zelf evenals zou moeten bewegen. Dan creëren we een private void. En allemaal hoofdletters on trigger enter 2D. En dan collider 2D. Genaamd col, C-O-L. If de zaak is col punt compare tag, de zaak is triangle hier klopt iets niet. Ik moet wel even checken hoe het dan staat met mijn enemy circle. Ja, ik zie het al. Dit klopt wel. Dan destroy de zaakjes other punt game object en dan destroy de zaakjes game object. Dit slaat erop dat hij zichzelf en het andere object vernietigt. Dan gaan we dit kopiëren. Nee, even goed kopiëren. Zo. En dan veranderen we het in else if. En dit moet zijn square en dit moet zijn circle. In en we weer een script af. Dan gaan we wachten tot compiled. The name other does not exist in the current context. Oh, dat. Waar staat other? Oh, ik heb hier per ongeluk other in plaats van call. Dit moet call zijn. Zo. Dat klopt het als het goed is.
gevecht op meer plekken. Ik heb toch gewoon... En dan gaan we even checken waar precies. 23. Oh, ik zie al. Dit moet kool zijn en... Dit moet kool zijn. Zo. Nu zullen deze twee weggaan. Ja. Zo, dan hebben we het circle script, circle. En dan zetten we het op een speed van 15. En dan gaan we onze player, eerst maak een assets een nieuwe folder genaamd refabs. Daar slaan we zeg maar voorgemaakte dingen op, zoals circle op het moment. Dan halen we van deze circle, zetten we speed op 0, zodat die wel in de scene blijft, maar niet met iets zal colliden en eigenlijk ja, niks zal doen. Dan gaan we onze player, dan hebben we hier de projectiles array, slepen we circle in. Nu hebben we de circle in de array. En druk ik nu op play. En dan gaan we kijken wat het doet. Oké, we hebben nu niks. Als ik op A druk, dan... Oh, tag circle is not defined. Natuurlijk. Tag, F tag. Circle. Save. Square. Save. En... triangle save. Dan geven we de circle in de prefab een tag circle. En hierin geven we hem ook wel even. Nou, die update meteen. Car. Laat me raden, dan is deze speed. Ja, wel gelijk naar 15, maar dan is deze speed. Oh, oké, dat klopt dan. Dan een square. Die geven we de square tag en de triangle geven we de triangle tag, want anders blijft hij daarna zoeken zonder het te vinden. En dan nu, als ik op A druk, ik keer getypt, ja, scripts, circle. Zorg dat in het script moet je even zorgen dat hier een hoofdletter staat bij alle tags. Of je typt de tags in de game zonder hoofdletter. Eigen keus. Dan zeggen we play. Dan is het update. Oké. Dan zeggen we play. En als het goed is, zien jullie nu dat die cirkel beweegt. Die ook dat ik een heleboel clones krijg die zich niet verwijderen. Die kunnen wel met elkaar colliden trouwens, zoals jullie zien. Dat was de functie van het cirkelscript. Dat als ze met elkaar. Dat je niet kan cheaten door ze ook met elkaar te laten botsen. Maar wat ik nu ga doen is, ik ga de game een beetje downscalen. Punt 5. Want zoals jullie zagen was het allemaal best wel groot. Punt 5. Dan gaan we naar beweeg en dan zetten we ze alle drie hier. Dan gaan we zorgen dat ze allemaal dezelfde y hebben van min 2. Niet wat ik wil. Want dat betekent gewoon dat ze mooi op gelijke hoogte staan. Zo, en dan gaan we
In onze prefabs circle checken we even. Is die skill ook lager? En dat was hij niet. Dus dan wijzigen we dat. En zo zou het moeten werken. Zo, het ziet er al 10 keer beter uit. En dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden en zie ik jullie later. Doei!